Zeg maar als je kan. Maar dan... Transportwiel is er afgewicht, zitten er niet in. Pedalen staan goed afgesteld. Maar riemen zitten vast, die bij jou ook. Instrumenten. Staan allemaal op nul. Glazen zijn nog geel. Kap is gesloten. En gelokt. Stuur van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gele cirkel. Rem, voor en achter. Iets voor neutraal. Ontkoppelhaak. Kunnen we bij kleppen. Open, open. Half dicht en in de lok. Kleintje zwart, ja. De duo die blijft er hangen, maar 23 gaat wel omhoog, denk ik. Kunnen eens even kijken. Verhoging, het loopt niet horizontaal, het is niet vlak. Ja. Wat vaak gebeurt, komt de lucht komt via de Utrecht komt het over bos heen zeilen. Ja. Dan heb je hier boven de radar dat het dan de eerste miek loskomt. Oh. Oké.
En dan gaan we op dat grote asfalt landen? Ja. Oké. Okay. Zie je het torenfletje op 2 uur staan? Ja. Dat is Almere. Is dat Almere? Dat is Almere. Oh. Oh ja, dat is Flevoland. Ja. Waar ligt Hilversum Airport dan? Pol voor je neus. Even kijken. Dus even je neus naartoe wijzen. Zie je het? Nu het groene grasveld? Ja. Ja, het is lastig iets laag, maar dat is Hilversum. Oh. Wat in die bosrand ligt. Je kijkt nu in het verlengde van een van de banen. Oh ja, ik zie het, ja. Maar wel slecht hoor. Maar ik zie het. En nu voor je ziet Utrecht liggen. En helemaal aan de horens zie je het gebouwtje staan, dat is Rotterdam. Ja. Het zicht is in ieder geval beter dan vanmiddag. Ja. Maar nou was het echt slecht. Wat vervelend dat het beest moest klapwieken, dus dat geen termiek. Nee. Ja, ik heb ook wel eens gehad, dacht ik, hey, vogel is aan het draaien, zit die in dalen te draaien. Dus dat is dan weer jammer. Ben je een goede termieker en dan laat je het niet eens zien.
komt dat heel aan. Dus, ja. Dus de video maken van YouTube van de club. Hij duikt voor je uit het circuit, joh. Wat? Nee, hij zit nu achter ons. Mike 11, downwind bovenwiel. Oké. Okay. Wiel is uit. Water hebben we niet. Welsclip hebben we ook niet. De wind. Er zat iets cross, maar niet echt veel. En wij gaan overvliegen. Klein beetje verder naar buiten, zo. Oké. Okay. Ja, nou, hier begint de tombaan, hè? Zie je dit? Ja. En dan heb je het donker gedeelte, het lichte gedeelte. Ja. Nou, als je ergens halverwege het donker gedeelte een beetje toucht. Je moet één ding heel goed begrijpen, het is als je op boven een groot grijs vlak hangt, ja. Dan heb je op een gegeven moment geen referentiekader. Dat is een op mijn game, daar met mijn hoofd. Dan hoor je, je weet niet of je naar links of rechts, hoe hoog je zit. Daar moet je bewust op zijn, dat de hoogte schatten boven de betonbaas lastig kan zijn, ja? Ja. Okay. Gaan we ook hier de indruip dwarsen, toch? Ja, draai maar in, want die machine zit op de achter ons. Oké. Je moet ja, kleppen trekken, denk ik. Ja, dat gaan we doen. Open. Ja. Ik klep hem even dicht. Draai maar naar mij. Nu klep hem open. Ik ben in een shoot situatie, dus ik wil wat lager uitkomen. Oké. Okay. Probeer 95 te vliegen, dan ga ik zo. Ik ben klaar een beetje meer naar rechts te gaan, maar weet niet dat die andere kist er straks ook nog langs komt. Kom even, dit stukje zo even. Een klein stukje door. Oké. Niks meer doen aan die klepjes. En heel rustig dekken laten zakken. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Huis naar voren. Klep je zicht? Juist. Dat is hem. En blijf sturen. Stuur een klein beetje naar rechts. Ja, dat zal. En dan knap je weer in, hè. Klep een beetje open. Nee, niet helemaal. Niet helemaal. Niet helemaal. Een beetje rechtsvoetjes. Nog een beetje rechtsvoetjes. Nog rechtsvoetjes. Ja, ik. Vliegen. Ja, dat is wel leuk.